Het herkennen van een seriemoordenaar is erg lastig voor de politie. Dat komt omdat seriemoordenaars vaak kiezen voor onbekende slachtoffers waar ze geen enkele relatie mee hebben. In deze gevallen is het lastig voor de politie om een verband te vinden tussen de moordenaar en het slachtoffer. Nederland kent ongeveer 1800 cold cases. Tussen deze zaken kunnen ook seriemoordenaars zitten en daarom zijn er waarschijnlijk nog meer seriemoordenaars actief in Nederland waarvan we het niet weten. Hoeveel seriemoordenaars kennen we eigenlijk in Nederland? Het antwoord op deze vraag is onbekend. We weten het niet. We kennen namelijk alleen de seriemoordenaars die zijn opgepakt. Seriemoordenaars komen in Nederland relatief weinig voor. Toch telt Nederland een aantal lugubere seriemoordenaars. Ben jij benieuwd wie deze Nederlandse monsters zijn? Blijf dan kijken, want in deze video zet ik ze voor je op een rij. Nummer 10. Michel Stoks. Vrachtwagenchauffeur Michel Stoks is geboren in België maar woonde in Assen. Michel, ook wel de sneeuwman genoemd, was een beruchte kindermoordenaar. In 10 jaar tijd heeft hij naar schatting 80 kinderen ontvoerd en verkracht. Ondanks dat alle bewijs naar Michel wezen, heeft hij dit nooit bekend. Hij vond het leuk om de politie voor de gek te houden. Toen de politie met harde bewijs kwam, heeft hij uiteindelijk 3 moorden bekend. Op 22 juni 1989 ontvoerde hij in het Duitse Mainz de 13-jarige Marco Weese. Hij verkrachtte de jongen, wurgde hem en verborg het lijkje in de berm langs de snelweg bij Paderborn, onder wat takken en bladeren. Een jaar later, op 15 augustus 1990, lokte hij de 9-jarige Salim Tatil met een smoes in zijn auto, dit keer in het Duitse Neustadt. Ook Salim werd verkracht, gewurgd en langs de snelweg gedumpt. Vervolgens op 27 juli 1991 lokte hij de 11-jarige Jessica Lave uit het Noord-Hollandse Blokker mee uit een zwembad in het nabijgelegen Zwaag. Jessica was haar fietssleutel aan het zoeken en Michel bood aan om haar te helpen. Hij lokte het meisje met een smoes mee naar zijn auto, waar hij haar misbruikte en wurgde met een stuk touw. Hij overleed op 25 september 2001 nadat hij een fles terpentine omstootte en het spul over zich heen kreeg. Hij brak in paniek een TL-lamp en vatte vuur door de vonken die uit de lamp sprongen. Waarschijnlijk nam Michel nog tientallen andere verdwijningen mee in zijn graf. Nummer 9. Hans van Zon. In zijn omgeving stond hij bekend als een charmante, nette jonge man. Op 16 december 1977 is hij gearresteerd. Hij werd berecht op 3 moorden. De roofmoorden op Jan Oom Cupido Donse, een 80-jarige winkelier in feestartikelen, de melkboer Reijer de Bruin en op de moord van zijn ex-geliefde Kobi van der Voort. Hij zocht Kobi op in haar huis en sloeg haar dood met een zelfgefabriceerde lode pijp. Om de politie te misleiden, verminkte hij het lijk, zodat het een roofmoord zou lijken. Haar juwelen gaf hij aan zijn vriendin. Wat deed je toen? Je pakte die lode pijp? Ja. En toen? Sloeg toe. En om... Klinkt allemaal heel gruwelijk en het is natuurlijk vreemd als iemand er zit die dat zo heel rustig zegt, maar om de aandacht af te wenden van politie, et cetera, heb ik er toen verminkt, als het ware, met een mes. Zodat het meer leek op een of andere... roofmoord of iets dergelijks? Ja, lustmoordenaar of lustmoordenaar. Hoe je het ook noemen wil. Naast de moorden waarvoor hij is berecht, werd Van Zon ook verdacht van verschillende andere moorden, onder andere van de lustmoord op Ellie Seegoff in 1964 en de moord op de Engelse homoseksuele filmregisseur Claude Berkeley in 1965. In 1986 kwam Hans van Zon vrij. Nummer 8. Willem van Eyck, ook wel het beest van Harkstede genoemd. Hij is 2 maal veroordeeld voor in totaal 5 moorden op 5 vrouwen... Cora Mantel, Aaltje van der Plaat, Sascha Schenker, Michel Fatol en Annelies Reinders. Willem van Eyck kreeg op 7 november 2002 van de Groninger rechtbank levenslang opgelegd. Hij wurgde Michel Fatol in 1993 en Annelies Reinders in 1995, waarvoor hij schuldig werd bevonden van doodslag. Ook wurgde hij Sascha Schenker in 2001. In de jaren 70 werd hij al eens tot 18 jaar met TBS veroordeeld, na 2 vrouwen te hebben gedood. Willem wordt beschreven als een gewetenloze psychopaat die geen berouw heeft. Op 19 juni 2019 overleed hij in de gevangenis. De oorzaak van zijn dood is nooit bekendgemaakt. Nummer 7. Aalt Mondria. Hij groeide onder beroerde omstandigheden op in het Overijsselse Vollenhoven.
Toen hij 21 was, kreeg hij al TBS voor geweldsmisdrijven. Hij stond bekend om zijn agressiviteit en was erg gewelddadig. In 1978 was hij met een vriendin op de vlucht en vermoordde hij 3 mensen omdat hij geld nodig had. Hij vermoordde een ouder echtpaar en hun 38-jarige dochter. De buit was 10 gulden. Hij moest 15 jaar de gevangenis in en kreeg TBS. In 1996 mocht hij met proefverlof en trok hij in bij zijn nieuwe vriendin en haar 10-jarige zoon. Dat gaat niet lang goed, hij moest terug naar de kliniek, maar voor het zover was, wurgt hij de 10-jarige zoon van zijn vriendin. Aalt was een zwaar paranoïde man. De kans dat hij nog vrij zou komen was vrijwel nihil. Hij is gestorven in 2011 aan een nierontsteking. Hij is 55 jaar geworden. Nummer 6. Frans Hoijmaijers. Ook wel de broeder des doods of de spuitreus genoemd, is waarschijnlijk de grootste seriemoordenaar die Nederland ooit gekend heeft. Hij werd verdacht van de moord op 259 mensen. Hij heeft 13 moorden bekend en uiteindelijk is hij maar voor 5 moorden veroordeeld. Frans is in het jaar 1970 gaan werken als hoofdverpleger bij de Lukkerheidekliniek in Kerkrade op een afdeling die de Nachtegaal heet. Op deze afdeling verzorgde hij dementerende bejaarden. Sinds zijn komst zijn er veel doden gevallen. Zijn bijnaam de spuitreus heeft hij gekregen omdat hij zijn slachtoffers injecteerde met een overdosis aan insuline, soms ook met valium. Te veel insuline kan bij verzwakte mensen leiden tot hartritmestoornissen, tot een coma en uiteindelijk tot de dood. Op 20 april 1977 wordt de broeder des doods veroordeeld tot 18 jaar cel. Daarnaast mag hij 23 jaar zijn beroep niet uitoefenen. Hij komt 11 jaar later alweer vrij. Frans is inmiddels overleden. In 2006 overleed hij een natuurlijke dood. Nummer 5. Koos Hertogs. Evi de Boer, die was 17, die schoot het zomaar dood. Ja, dat zijn de mensen die de moeder doodgeschoten, serieus. Ja. Oh, die schoot je geloof in één keer dood? Koos is geboren op 16 december 1949 in een katholiek gezin met 17 kinderen. Op zijn 16e moest Koos naar een jeugd-TBS-kliniek. Als hij uit de kliniek wordt ontslagen, weet hij een tijdje op het juiste spoor te blijven. Lang duurde dit niet, want de politie pakt hem al snel op voor rijden zonder rijbewijs, inbraken, gewapende overvallen en drugshandel. Hij wordt in 1983 tot levenslang veroordeeld voor marteling, seksueel misbruik en moord op 3 meisjes. De 12-jarige Tialda, de 18-jarige Emmy den Boer en de 11-jarige Edith Post. Na de moord op Edith Post ontving de politie een anoniem telefoontje, waarbij werd gezegd dat Edith haar moordenaar had gebeten en de portier van nachtclub De Nachtegaal een bijtwond aan zijn pink had. Hertogs werd opgepakt en in zijn huis werden bloedsporen van Tialda en Emmy gevonden. Op de zolder van het huis werd een zeer goed geïsoleerd kamertje aangetroffen dat provisorisch was ingericht als martelkamer. De politie vermoedt dat Koos Hertogs hier zijn slachtoffers misbruikte en uiteindelijk vermoordde. Nummer 4. Gerard Spruit. De Amsterdamse seriemoordenaar en pedofiel lokte zijn slachtoffers met Donald Ducks, snoep of geld. Hij speelt in de jaren 60 naar eigen zeggen seksuele spelletjes met vele jongetjes. Op 4 augustus 1971 lokt Spruit de 9-jarige Bastiaan Bloemena mee naar zijn huis. Hij misbruikt de jongen en wurgt hem. Hij laat het lijk achter in de berm waar het 2 dagen later door een visser wordt gevonden. Op 5 augustus 1974 lokt hij de 10-jarige Heleentje Isaak ook mee naar zijn huis. Daar blijkt dat hij zich heeft vergist. Vanwege het jongensachtige uiterlijk van dit meisje heeft hij haar voor jongen aangezien. Uit woede wurgt hij haar. Haar lichaam dumpt hij bij een sportpark. In 1975 wordt Spruit wegens doodslag tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarna hij in 1989 zelfmoord pleegt in de gevangenis. Nummer 3. Patrick Sultana, het monster van Spijkenisse, werd op 25 juli 2013 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden en 1 poging tot moord. In december 2014 wordt hij na hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar plus TBS. Hij werd op 13 oktober 2011 aangehouden na een straatroof. In zijn slaapkamer vonden agenten na een huiszoeking vervolgens 447 voorwerpen van vermoedelijke slachtoffers, waaronder meerdere bebloede spullen van Farida Zarkar. Farida werd meerdere malen met een mes gestoken en vervolgens gewurgd.
Nadat hij het slachtoffer omgebracht had, zaagde hij haar voet af en begroef het in een pot onder zijn schuur. Daarna begroef hij het lichaam van Sargar in het bos. Patrick is ook veroordeeld voor de moord op Nanda Kerklaan. Zij werd door Patrick om het leven gebracht nadat hij haar had beroofd. Ook is hij veroordeeld voor poging tot moord op een Poolse man. Samen met een vriend van Patrick sloegen ze de man meerdere malen op het hoofd met een ijzeren staaf. Ze beroofden hem van zijn spullen en lieten hem voor dood achter. De man overleefde de aanval en deed aangifte. Nummer 2. Maria Catharina Swanenburg is de enige vrouwelijke seriemoordenaar uit deze lijst. Ze staat ook wel bekend als Goeie Mie en Leidse gifmengster. In het Guinness Book of Records staat ze vermeld als de grootste gifmengster aller tijden. Het verhaal van Goeie Mie begint op 9 september 1839 in de Oostwarsgracht in Leiden. Ze wordt geboren in een arm gezin. Op haar 28ste trouwt ze met de vader van haar kinderen, die al voor dat huwelijk geboren waren. Ze vergiftigde in 6 jaar tijd ongeveer 65 buurtgenoten, van wie er 23 overleden, maar werd verdacht van het doden van meer dan 100 personen door vergiftiging. In het begin zijn die vergiftigingen financieel gemotiveerd. Maria sloot bijvoorbeeld begrafenisverzekeringen af op mensen die ze vervolgens vermoordde. Soms had ze voor elkaar gekregen dat ze in het testament van haar slachtoffers stond. Ook zorgde ze ervoor dat mensen bij wie ze schulden had het loodje legden. Maria had een goede naam in de buurt. Als er op je kinderen gepast moest worden of als de was moest worden gedaan, dan kon je aankloppen bij Goeie Mie. Ze kwam dus vaak bij mensen binnen in huis, wat het vergiftigen een stuk eenvoudiger maakte. Maria voegde dan simpelweg wat arsenicum toe aan het eten of de drank die daar aanwezig was. Haar slachtoffers varieerden, van jonge kinderen tot haar aangetrouwde nichten en neven. Het waren vooral mensen bij wie ze gemakkelijk binnenkwam. Arsenicum is een soort rattengif. Als je dit binnenkrijgt, is dit ontzettend schadelijk voor de gezondheid. Van een arsenicumvergiftiging krijg je constante dunne diarree, waarvan de structuur vergelijkbaar is met koffie. Het vochttekort kan daardoor zo groot worden dat je eraan overlijdt. Als arsenicum in je bloed terechtkomt, pakt het je organen aan. Je hersenen worden aangetast, waardoor je knallende koppijn krijgt en je gevoelig wordt voor licht. Uiteindelijk begeven je hart en de nieren het. Het is een erg pijnlijke dood. Op 1 mei 1885 werd ze veroordeeld tot levenslang. Zij bracht vervolgens de rest van haar leven door in de vrouwengevangenis in Gorinchem, waar ze in 1915 op 75-jarige leeftijd overleed. Ze werd ook begraven op een begraafplaats in Gorinchem. Haar stoffelijke resten liggen daar nog steeds. Nummer 1. Marc Dutroux. De laatste seriemoordenaar van deze top 10 is echter geen Nederlander, maar een Belg. Deze zaak was zo groot in Nederland en België dat Marc Dutroux niet kon ontbreken in deze top 10. In 2004 werd Dutroux tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van Sabine en Letitia, de ontvoering en de moord op Julie, Melissa en Eefje. Eerder werd hij al veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van 5 meisjes in 1989. Op 15 augustus 1996 bevrijdde de politie de 12-jarige Sabine Dardenne en de 14-jarige Letitia Delhay uit de verborgen kelder van Marc Dutroux. Sabine heeft 2,5 maand gevangen gezeten en Lelita een week. Een aantal dagen na de arrestatie worden Julie, Melissa en Eefje dood teruggevonden. Dutroux heeft de kinderen vermoord en begraven. Dutroux had een kelderruimte zodanig ingericht dat hij er ontvoerde kinderen kon opsluiten en misbruiken. De geheime ruimte had hij gecreëerd achter een stalen deur. Vanaf de buitenkant kon je niet zien dat er een ingang zat. Marc Dutroux zit op dit moment nog steeds in de gevangenis en komt voorlopig niet vrij. In 2019 vroeg hij een vervroegde vrijlating aan, maar deze werd afgewezen. Welke Nederlandse seriemoordenaar vind jij het engst? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken.